Mijn naam is Bob Entrop en ik ga jullie meenemen op mijn persoonlijke zoektocht naar de cultuur van de Sinti en Roma Zigeuners. Want sinds mijn vorige film De Witte Raaf ben ik nog meer betrokken geraakt bij deze gesloten gemeenschap, waar nog veel onderwerpen taboe zijn. Daarom was het soms ook heel moeilijk om dingen in beeld te brengen. Het heeft me overigens ruim 2 jaar van mijn leven gekost en meer dan 60 uur filmmateriaal opgeleverd, waaruit ik 4 heel verschillende lange films heb kunnen monteren, waarvan dit er eentje is. In deze film het relaas van 14 Sinti en Roma die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben en waarvan vele familieleden niet zijn teruggekeerd. De oorlog is een van de grootste taboes en daar praat je met niemand over. En zeker niet voor een camera. Maar door het gegroeide vertrouwen en de vriendschappen die in de afgelopen 2 jaar zijn ontstaan, waren de mensen bereid voor het eerst hun levensverhalen aan mij te vertellen. Ik ben ze hier zeer dankbaar voor. Vooral ook omdat ik zelf aan de lijf ondervonden heb hoeveel de verhalen en beelden mij hebben gedaan. Soms vroeg ik me wel eens af waar ik mee bezig was. Zeker als je merkt welke emoties je bij mensen losmaakt. Maar ze vonden het na ruim 60 jaar belangrijk, omdat deze verhalen nooit verloren mogen gaan. De politie die kwam. De Nederlandse politie hoor, geen Duitser was erbij. En die zei, ja, jullie moeten mee en jullie moeten in een werkkamp. Jullie krijgen werk. Maar ik wist beter. Ik zeg, mam, luister. Ze moeten naar Polen, dan moeten ze werken, maar ze krijgen goed te eten. Dat naïeve idee had je. Ik was de enige dochter. Ik had nog 3 broers. En toen mijn moeder hebben ze die hebben ze meegenomen. Toen was mijn kleinste broer 15 jaar. Ja, dan was ik nog goed 13, 14 jaar. Weet je wel, 13, 14 jaar. Toen hebben ze me gepakt van de school af. En van de school hebben ze me gelijk doorgestuurd naar Polen. Mijn tante, die zagen wij dus in die wagonwagen zitten. En mijn oom ging daar naar binnen. En met zijn bundeltje kleding en zijn koffertje. En zo zijn ze met de trein afgevoerd. En dan hebben wij gedacht, mijn moeder althans, dat hij wel snel terug zou komen. Aan de andere kant van het station stond een trein. En die stond op punt te vertrekken. Ja, dat wist ik niet hoor, als kind. Ik had alleen maar oog voor mijn vader, die uit de wagon schreef: Moesla, Moesla, zorg goed voor mijn jongen. En dat is eigenlijk het laatste wat ik van mijn vader gezien heb. We werden naar Polen gebracht. En we kregen allemaal een huis en een stuk land en wat vee en zo. Dus we gingen allemaal de trein in, zonder verzet. Maar ja, waar we aankwamen, dat was Auschwitz. Hè? Opgehaald werden. En dat Eichmann en Mengele, die kwamen eerst bij de Sinti. En die kwamen ze bij ons en dan gingen ze ons de kaken opmeten, het gezicht opmeten, de lichaam opmeten. Alles gingen ze opmeten om te kennen wie een Sinti is. Begrijp je goed? Dus dat waren de 2 voorlopers. En dan waren het goede mensen. Ze gaven ons wat te eten, wat te drinken. Mijn eigen familie, mijn eigen tante, die woonde in Duitsland. En die kreeg de eten drinken, zei ze, oh, daar komen ze weer. Oh, wat heerlijk. En dan werden we niet verjaagd, ze mogen ze blijven staan, kun je begrijpen? Nou, dan had hij alles van hun. En toen in één keer had hij gezegd, ophalen. Toen waren we ongetrieperd, ongedierte. Wat er in Duitsland gebeurde met Sinti en Roma, dat gebeurde in Nederland niet. Eigenlijk zijn we in Nederland tot eind 43... buiten de normale pesterijen en zo, maar daar waren we toch aan gewend, hè.
niks heel ingrijpends gebeurd met Sinti en Roma, vanuit de Duitsers dus. Voor mij, en eigenlijk voor de meeste Sinti en Roma in Nederland, was die ene datum, die ene ochtend, 's morgens vroeg, 19 mei 1944, was het keerpunt van alles. Mijn moeder tientallen jaren na de oorlog, zeker 2-3 keer per nacht, hele nachten leed te huilen over haar familieleden, wie ze verloren had. Het verdriet is nooit, dat is nooit opgehouden. Op de dag dat mijn moeder stierf, toen had ze het nog over haar broers. Dus, en over haar schoonzusters en de kinderen, die vrouw heeft dat nooit kunnen verwerken. Mijn moeder heeft er haar hele leven verder geleden onder het juk dat haar broers daar dood zijn geslagen. Daar heeft ze haar hele leven, heeft dat haar leven verkrampt. En dus ook een gedeelte van ons. Toen de mensen werden vervoerd, is mijn moeder nog naar het station gegaan, het Hollandspoor in de Haar. En toen heeft mijn moeder nog eten gebracht. Ja, die had ook veel lef. Bij nacht kwamen we eigenlijk aan, in de avond nog. Het was al donker natuurlijk. Maar dat kamp, dat zagen we liggen. En dat was natuurlijk door al die schijnwerpers en dat elektrische licht wat daar en die draad die er omheen was. En er was een geluid, raus, raus. De deuren gingen open, raus, 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 weet je wel. En snel. Ja, nou zoek maar alles bij elkaar. Die kinderen, en waar zijn die kinderen? En dat werd al geslagen, eruit geslagen. In de tussentijd, daar werden al geschoten. Daar. Nou ja, wat zijn we in hemelsnaam, waar zijn we terechtgekomen? Moeders die weer draaiden om de kinderen te zoeken en zo. Nou, het was een hel. We dachten, nou, de hel die kan niet erger wezen. Ome Rinus, Michel Konings, Jozef van Nieuwekerk is er. Bona Rosenberg is er. Wijko die komt niet. Zodra wij in school kwamen, dan moesten wij onze eigen kleren afdoen. En we moesten die andere kleren aantrekken. Dus dat was de korte broek, een witte hemd, een riem en een band hierboven. Maar op een moment gingen we met de schooljuffrouw wandelen. En dan kwamen we langs ons huis af. En dat zag mijn moeder en vader en dat was niet goed. En dat in die zeiden dat ze Hitlerjugend waren. En dan gingen ze af, ja, je weet wat ze gunnen zijn, dan gaat het direct via. Dan zei, dat is wat in de gaande. Het is wat gaande wat niet goed is. En zodoende zijn we dan gevlucht. Mijn tante die werd 's nachts weggehaald met die twee kinderen. Mijn oma was ook niet thuis, die was ondergedoopt. Daar kwam mijn oma 's morgens. Oh ja, jongen, zegt mijn moeder. Je vrouw en je kinderen zijn weggebracht naar het Alexanderveld. En de buurvrouw die zei van, jongen, doe dat niet, jongen, anders kom je ook niet terug. Dan ga je een kamp in, doe dat nou niet. Mijn moeder zegt, ja, hij moet naar zijn vrouw en zijn kinderen, dat kan niet. En die heeft me dus meegeholpen wat bezittingen mee te nemen. Een bundeltje goed en een koffertje. Ik ben mee geweest. Die hebben wij afgeleverd op het Alexanderveld. En toen zijn ze naar het Pron gebracht. En daar zat mijn tante. Die zagen wij dus in die wagonwagen zitten. En die was blij dat hij mijn oma zag. En mijn oma ging daar naar binnen. En zo zijn ze met de trein afgevoerd. Maar hij is nooit meer teruggekomen. Mijn tante Moesla, die kwam bij ons op visite. En die zei, Gut, geef Sony maar mee, dan kan die lekker bij ons spelen. En, dus wat gebeurde er? Ik ging met mijn neef Pinda, die net zo oud is als ik, mee naar Vorden.
Heel normaal. Ik zou de volgende dag weer terugkomen. Maar ineens kregen wij bericht, dus die 19e mei... van dat ons gezin 's morgens vroeg was opgepakt, van bed gelicht en opgepakt. En afgevoerd. We wisten toen nog niet van Westerbork, hoor. Op dat moment, althans ik niet. De politie die kwam en die zei, ja, jullie moeten mee en jullie moeten in een werkkamp. Jullie krijgen werk. Maar ik wist beter. Zegt hij, jullie krijgen werk en jullie gaan gewoon werken. En ik en je moeder kan eten en drinken. Je zusjes, die moet ook werken. Die gaan naar de fabriek toe. Ik zeg, ja, maar ik begrijp het niet. Dat werk kan je hier ons toch ook geven? Zo, roepen we dan niet voor met de trein mee. Dus ze kwamen 's morgens heel vroeg. Op een berg getrokken zo. Nou, we waren beneden gegaan, dan kwamen ze naar boven. Nou, alles moest mee. En ik had nou geluk, hè. Mijn man is boven op de zolderkamer, het hele boven op de zolder geklimmen. Dat was die nou 3 maanden waren of 6 maanden, kan ik niet meer zeggen. Die kwam niet met me beneden van de angst, natuurlijk, hè. Ja, en ik had ook 3 kinderen. Kleinste was 1,5. Ja. En dan moesten de rest is alles mee. En mij niet, hè. Ze kwamen bij mij en ik hoefde niet mee. Mijn moeder die had haar broer aangespoord om met de vrouw en kinderen mee te gaan, wat al heel erg goed is geweest. Maar mijn moeder heeft er altijd toch nog een spijt van gehad. Maar als hij had blijven leven, had die man dan gelukkig geweest? Als zijn vrouw en zijn kinderen in de gaskamer verdwenen zou zijn. Dat zal ook een wond bij die man geslagen hebben, die ongeneeslijk geweest zou zijn. Eén voor één moest je dan langs zo'n tafel heen en daar kreeg je allemaal die nummer in getatoeëerd, hè? Dat ik een van de eerste was, dat kun je zien aan die 561. Je had allemaal een kale kop, je herkende elkaar niet eens meer. Toen je eerst maar geschoren was en die haren allemaal af, nou, het leken wel allemaal apen. Je moest om je eigen, ja, je moest grienen om je eigen, maar je moest er ook om lachen. Mijn god, wat zag je er toen uit? Maar ja, geen kleren, al je kleren waren weggehaald voor de zogenaamde ontlousing. En dan kreeg je kleren, ja, wat daar op een hoop lagen. Toen hebben ze me gepakt van de school af. Dan was ik nog goed 13, 14 jaar. En van de school hebben ze me gelijk doorgestuurd naar Polen. En dan zat je in het auto, nou de auto die bleef rijden. Er was een jongen die keek zo door de zeil heen. Och, het sneeuwt, het ligt sneeuw buiten. Maar toen zat er maar een Polen. Die kreeg me gelijk zijn draai om de oren van een Duitser. Wie geeft jou die permissie om daar door de doek te kijken? Ja. Bleek achteraf, wij moesten vechten. Moest maar de Duitsers meehelpen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren wat een angst je dan door je heen gaat. Dat je vader en moeder en je zusjes en broer opgehaald waren door de Duitsers. Ja, dat slaat in als een bom. Wij hebben als de donder wat bezittingen op een soort kar gegooid en zijn op de vlucht geslagen, dus de bossen in, ondergedoken. We zaten vast in Doetinchem. We zaten met 15 man in 1 celletje. Vader, moeder, mijn broers, met 3 zusjes. Met 15 man in 1 kleine celletje. Nou, en toen had mijn vader hier in de Koningsstraat die grote muziekzaak. En toen kwam s'avonds bij mijn vader kwam er een hele grote generaal. En die heette Obersturmführer Boer. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Die zat hier in Arnhem. En toen zegt mijn vader, die had toen op de deur geslagen, toen kwam er een die luik open. Zei mijn vader, bel deze man op.
Die man had gezegd tegen mijn vader, als er wat is, bel mij op. Ik kom jullie gelijk halen. Moest iedereen voor die man spelen. Hij was helemaal ziek van de Sinti-muziek. Hij speelde ook viool. Dan zijn ze hier in Nederland, hoe heet dat hier? Waar zo'n concentratiekamp was? Westerbork. Zijn ze daar een paar dagen gebleven. En toen zijn ze naar Auschwitz gebracht. Want ik heb nog een brief geschreven daar naartoe. Niks meer van teruggekomen, brief niet. Maar ze waren er niet meer. Daar hebben ze hem gebeld toen. Nou, binnen een uur stond die in Doetinchem op het politiebureau. En 's nachts om 3 uur ging de trein naar Auschwitz. Voor ons. Ze zei tegen mijn vader, vannacht worden jullie naar Auschwitz gebracht. Om 3 uur vertrekt de trein. En 's avonds op tijd kwam die binnen. Allemaal eruit. Allemaal op vrije voeten gesteld. Allemaal op vrije voeten gesteld. Wat eigenlijk nog het ergste was, die vernederingen. Hè? Ja, dan bij ons hebben ze ook nog weer een taboe op heel veel dingen. Wat je niet kunt vertellen, wat je niet in de openbaarheid mag doen. En juist wat er met vrouwen en meisjes gebeurd is, dat is eigenlijk allemaal taboe. En ik geloof ook niet dat ik het vertellen moest. En ik weet niet. Je wordt zo gauw aangevallen. Waarom heb je dit en waarom heb je dat? Daar is in die kampen zoveel gebeurd wat er niemand weet. En wat niet verteld wordt. Als het zo mooi weer is en als het mei is, dan denk ik daar veel aan. In mei hebben ze mijn broers en mijn mama weggenomen. Nee. Ik gun het geen mens zo. Nee, nee. Nou, er kwamen daar aan een Polen. Nou, stap jullie maar uit. Nou, dat is jullie niet wat thuis. Kleren aanpassen. Nou, de kleren waren te groot, de laarzen waren te groot. Jassen kon je wel 2, 3 keer omslaan, dat gaf niks te onderspel. Dan kon je aanlaten, dat overeen trekken, was al koud. Nou, daar zaten we daar, kreeg maar zo'n ding in de handen, metalleurs of karabijns. Nou, ik denk, wat krijg je maar nou? Ik zou een man gamer te houden. Geheim, zeer dringend. Aan de 5 gewestelijke politiepresidenten van Nederland. De Sicherheitsdienst te Schravenhagen gelast met instemming van de bevelshaber der Ordnungspolizei een centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen die de kenmerken der Zigeuners bezitten. Datum aanhouding dinsdag 16 mei 1944 te 7 uur tot uiterlijk 20 uur. Waarbij inbegrepen alle kinderen onverwijld door personeel van de Nederlandse politie naar het kamp Westerbork worden overgebracht. Uit samen te stellen lijsten moet overzichtelijk blijken wie de eigenaar is van woonwagens, paarden, muziekinstrumenten, kledingstukken enzovoorts. De eventueel aanwezige paarden dienen op een centraal punt gestald te worden. Ze mogen voor de kosten van onderhoud ter beschikking worden gesteld van de te goede naam en faam bekendstaande personen. Bruikbaar beddengoed en bruikbare kledingstukken kunnen onder het arme deel van de bevolking verdeeld worden. Ik verzoek u het ter zake vereiste te verrichten en te doen verrichten. En mij in de Duitse taal ingevulde lijsten in Triplo zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Ja, uiteindelijk zijn we toch ook door de Duitsers opgepakt. Ingesloten in het politiebureau. Er was 1 politieagent, dat was een prima vent. Daarvan kregen we wat te eten en te drinken. Maar direct daarna werden wij naar het station van Assen afgevoerd. Want wat was er gebeurd? De hele groep Sinti en Roma die in Westerbork geïnterneerd waren, die gingen met het, zoals het heet, het Zigeunertransport. Die werden
in de wagons geladen en op weg naar Auschwitz. Maar wij, ons konden ze zo snel niet meer in Westerbork krijgen. En ze dachten, als we ze nu naar het station in Assen brengen, dan kan de trein daar stoppen. En dan kunnen ze alsnog mee naar Auschwitz. En toen zat mijn oma, mijn tante en de kinderen. Die zat in de trein en die ging naar Auschwitz toe. En toen ik mijn oma zag met dat kale hoofd en mijn tante, die had zulke mooi haar. Dat kunt u niet geloven. Toen was ik echt bang. Maar ik liet het niet merken. En helemaal niet tegen mijn moeder of mijn broertjes, mijn zusje. Zeg altijd, hou je mond. Dat moet zo. Er is niks aan te doen. Heel streng was ik. En dan waren we weg. En dan was ik zo moe. Zo moe. Kan ik je niet vertellen. Van de angst. Nou, daar stonden we op het station in Assen. Allemaal politie en militairen eromheen. Het hele station afgezet. En die man die ons brood gegeven had, in die goede agent bleek later, die was daar ook bij. En daar kwam de trein aan en die stopte en ik zag meteen waar mijn vader en moeder in, zaten. Toen was er één politieagent, dat was één goeie nog, en die kwam zelf uitvorderen. En die zegt, de trein is vol, ze gaan mee terug, klaar. En die zei tegen mij, als je dan thuis bent, maak dat je wegkomt. En zo zijn wij gevlucht. Die agent, dat bleek dus later ja, bij de ondergronds of zoiets te horen. Die zei, als ik mijn pet afneem, is dat een teken voor jullie. En dan moeten jullie hollen. Weg. Aan de andere kant van het station stond een trein. En die stond op punt te vertrekken. Ja, dat wist ik niet hoor, als kind. Ik had alleen maar oog voor mijn vader, die uit de wagon schreef, Moesla, Moesla, zorg goed voor mijn jongen. En dat is eigenlijk het laatste wat ik van mijn vader gezien heb. Want op het moment dat wij gingen hollen, ging de trein naar Auschwitz, die zette zich weer in beweging en gingen ze weg. Ik weet niet of ik dit zal vertellen. Tot nu toe heb ik het nog nergens mee verteld. We werden dus allemaal jonge meisjes. Vanaf 14, 15 jaar een stuk of. En waren ook een paar oudere vrouwen erbij. We moesten naar het andere kamp toe, naar Auschwitz toe. En daar werden we eerst in een kamer opgesloten, zogenaamd, om te baden. Sauna. Maar je wist nooit, de sauna was dat water of was dat gas? En wij waren daar in die kamer en daar werd er gezegd, wij werden gecontroleerd op ziektes. Of we geen ziektes hadden en ziektes daar naar binnen brengen. Nou, en allemaal uitkleden. En daar stonden allemaal mannen. Functionshäftlingen die een hoge post hadden, die dat daarbij wilden zijn. SS'ers, gewone soldaten, personeel en nou ja, een hele hoop. Allemaal mannen. Die stonden zo op in twee rijen en daar moest je dan door. Nou, kleed je eigen nou toch maar uit.
daar. Geen één wilde zijn eigen uitkleden. En dan zeiden we, oh ja, maar hè, ik kleed me eigenlijk niet. Nee hoor, ik kleed helemaal uitkleden. Nou, eerst wat uitgekleed, hè? Nee, maar dat was nog allemaal niet. Je moest naakt zijn. Maar op een gegeven moment, ik werd zo kwaad. En dan zei ik, wat? Ik zeg, moeten wij ons schamen om daar door te lopen? Ik zei, ik ga als eerste uitkleden, die hele spul eruit. Rrrt, rrrt, hebben we alles van ons af. Nou, dan kwamen er meer. Dan er werd eerst voor de tijd nog geschoten daar in het plan. Moeten we ons nou dood laten schieten? Wat willen ze wat zien? Nou, laten we ze dan zien. Nou ja, goed. Dus alles uit en we zijn er eigenlijk stoer doorgegaan. Hè? Ze zeggen trots. Weet je, ogen op oneindig en lopen maar. De ene naar de andere. Nou ja, en daar werd je dan medisch onderzocht, weet je wel. Van boven, van onderen, opgrijpen, dingen. En, ja, we waren allemaal jonge meiden. Dat vond ik eigenlijk het ergste, nog erger. Uit slagen en honger en luizen en kou. Dit was eigenlijk het ergste van alles. Het was de kerstdag s'avonds. Ik zeg, wanneer gaan we nou weg? Ik zeg, mijn moeder, die vreugdzeigen op, zat ze allemaal te lachen. Die oude Duitsers dan, hè. Zegt hij, je gaat weg, zegt hij, als wij ook weggaan. En dat geldt voor jullie allemaal. En geen navragen meer. Ja, en dan moest je ook de mond houden. En dus moest je buiten blijven staan, ook op wacht. Er waren de kinderen bij, die zaten buiten te huilen. Die snikten het uit. Dan durf ik niet naar te kijken, dan begin ik ook. Tegen de Russen en tegen de Polen hebben we gevochten. Maar ja, gevochten, wat noemen wij gevochten? Hè? Alleen de andere oude Duitsers gingen dat opjuichen. Ja, vuren, vuren, puur, puur. En moesten we vuren en skit en zo. Maar heb je nog, toen je op school werd opgepakt, hebben je ouders nog gedag kunnen zeggen? Nee. Dat was erin en de kist en weg. En ze daarna nooit meer teruggezien? Nee. We zijn vandaag bij elkaar om te herdenken dat hier vanuit Westerbork het zogenaamde Zigeunertransport naar Auschwitz vertrok. Drie dagen eerder, op 16 mei, werd in één grote razzia iedereen in Nederland die, zoals de Duitsers het omschreven, de kenmerken van een zigeuner had, er zigeunerisch uitzag, die werd opgepakt en naar Westerbork afgevoerd. Deze razzia, dames en heren, werd in opdracht van de Duitsers heel zorgvuldig gepland en uitgevoerd door de Nederlandse politie. Daar is geen Duitser aan te pas gekomen. Uiteindelijk bleef er een groep van 245 Sinti en Roma hier in Westerbork, waaronder mijn vader, moeder, zusjes, broertje. Ze zijn slechts drie dagen hier in Westerbork gebleven en daarna op transport naar Auschwitz gezet. Van de 245 gedeporteerden hebben er slechts 30 de kampen overleefd. 64 en 65 jaar oud zouden mijn zusjes nu geweest zijn vandaag. En mijn broertje 62 jaar. Ze waren nog kinderen toen ze in Auschwitz werden vergast. Mijn vader en moeder zouden oud zijn nu. Mijn moeders zwarte haar nu grijs. Mijn vader niet meer groot en sterk, maar breekbaar. Ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn geweest als ze er nog waren. Ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn als ik door mijn moeder was geknuffeld.
hoe het zou zijn om met vader te gaan vissen. Om met mijn broertje te stoeien. Hoe het zou zijn als ik hun lach nog kon horen en hun tranen kon zien. We hadden nog zoveel kunnen doen met elkaar. Samen lachen, plezier maken. Eten, drinken. Als ze niet waren vermoord. Een beetje laf is het geweest om daar niet naartoe te gaan. Ja. Nu is dan toch de tijd gekomen. Je moet toch een keer op de plaats zijn waar het einde van je familie gebleven is. Dan het is net of je iets bezoekt. Hun graf kan je niet bezoeken. Die draag je dus mee in je body. Maar uiteindelijk, we nemen dat dan als graf aan. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ik was een kind van een jaar of 7, 8 toen mijn vader mij steeds weer de verhalen vertelde uit Auschwitz en Birkenau, Dachau, noem ze allemaal maar op. En beleefde bij hem stukje bij beetje. Die hele oorlog beleefde ik met hem over nu mee. Dus mijn vader die verlangde de rest van zijn leven naar zijn mama. Die hij daar kwijt was. En zijn broers en zijn zusjes. Het kleinste kindje was 2 dagen oud toen hij vergast werd. En nu heb ik het idee van dat ik naar een graf ga. De eerste keer toen ik erheen ging, had ik het gevoel van ik ga er niet meer naartoe. Ik wil dit niet meer zien. En de tweede keer had ik zoiets van ik moet mijn best doen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Om ze ook de kans te geven om dit te kunnen laten zien. En dat er de mensen het kunnen voelen en kunnen beleven wat daar gebeurd is geweest met onze mensen. En dat je dan daardoor ook bewuster in je leven staat vandaag de dag. Van mijn moeders kant waren het een 32, 34 mensen. Van mijn vaders kant 24 mensen. En daar zijn wij mee opgegroeid geworden. Dan zie je er erg tegenop? Ja. Ik zit tegen de confrontatie, zie ik op, ja. Ja. Ik kon voor de eerste keer direct niet door. Want er staat op arbeid maar vrij. Nee, ik kon ergens niet door die poort. De eerste dag niet. Ik was zoiets dat ik een blok aan mijn been had. En direct kwam met de gedachte. Kijk, wij gaan er nou vrijwillig in. En die arme mensen die erin gegaan zijn, zijn erin gegaan. Maar ze zijn er nooit meer uitgekomen.
daar werden ook die meisjes allemaal praktisch allemaal onvruchtbaar gemaakt, gesteriliseerd. En daar hebben ze ook alles op uitgeprobeerd, hoe wat nu gebeurt als de vrouwen onvruchtbaar gemaakt worden, om de eierstok op te binden. Dat werd daar allemaal uitgevonden. Nu is een keizersnee normaal, hè? Maar toen in de tijd, daar had er eigenlijk nog nooit van gehoord dat dat kon. Ik weet van een vrouw die door een SS-arts uitgezocht is, was het Sinti-vrouw. Ze was in verwachting. Dus bij ons was familiekamp. Dus ook dat gebeurde daar. En die vrouw die was uitgezocht, die zag er nog een beetje aardig uit. En die heb die SS-arts, die kwam bij hem op de blok, kreeg zijn kamer en kreeg ze ook goede voeding. Toen ze uitgerekend was, toen heb hij dat verricht. Ja, dus die buik opengesneden en die twee kinderen eruit gehaald. Het was zover dat hij weg moest. Hij heeft die twee kinderen zo aan de beentjes en tegen de muur geslagen. En die vrouw zo laten liggen. Kijk, en dat zijn niet zulke leuke dingen om te vertellen. En kijk dat er bij ons een taboe op zit, is maar goed ook. En dit zijn dus de blikken waarin het cyclon B gas. Dat gas, we hebben het altijd over gas, dat bestond eigenlijk uit korreltjes. Boven de gaskamer waren dus kleine schoorsteentjes met een houten dekseltje. Men tilde dat dekseltje eraf en dan trok men de blik open en gooide meteen die korrels naar binnen. En op het moment dat die korrels naar binnen was, was het niet meer te keren. Dan ging die deksels er weer op en dan ontstond er dus gas. En dat duurde ongeveer een kwartier, 20 minuten, was iedereen dus dood. Dat is eigenlijk een ontsmettingsmiddel, hè, eigenlijk. Dat was het eerste voor ongedierte. Toen ik in de zaal kwam, hadden de schoentjes van de kinderen zag en de koffertjes van mijn familie. En ik zag de naam Wij staan. En ik zag dan nog een paar namen staan die in mijn geheugen zitten. En toen dacht ik, denk, hey, god, dat arme mensen zijn hier. En met de wetenschap al, dat ik die andere dingen al gezien heb, dat ik al wat geknakt was, maar dat ik helemaal deur klapte, dat was dat. Dat vond ik het verschrikkelijkst. Dat vond ik zo erg. Dat je er zo mee geconfronteerd wordt. Dat je de bossen haar ziet leggen. En dat mijn tante zulke lange haren hadden. Zulke dikke vlechten. Die zie ik dan ook in vlecht. Voor ons zie ik dat leggen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan moet je echt van staal zijn als je daar. Jij daar niet tegen bewapenen. En waarom heeft het zo lang geduurd tot je hier naartoe ging? Omdat ik daar altijd bang van geweest ben. Zo bang voor de confrontatie. Ik heb het niet vergeten, ik heb als kind die oorlog meegemaakt. Ik heb alles gezien. En dat komt nou als een film op je af nu. Dan zie je die gasten, dan zie je die pakken. En dan weten dat de mensen allemaal vermoord zijn. Allemaal vermoord. Een dier had het beter als een mens gehad in die tijd. Echt. Zag je, moesten ze in die vrachtwagen kruipen, die kindertjes moesten pakken.
Dan gingen ze gewoon erin gooien, die kinderen, overdreven op, lachende. Toen zei die een Duitser, hij zegt een bataloop. Had ze gewoon van die gele pakken aan. En dat zijn verbranders. Waar ze die mensen verbranden, weet je wel. Ja, ik heb het gezien. Daar stonk het buiten na de rook van de mensen. Echt, toen zei die een Duitser, zegt hij, mag maar zo. Zo. Ik zei, ja, de richt hier is goed. Verbrand, hè? Ik zei, ja. Nou, toen wees hij daarin zo'n pijp, dan zag je allemaal rook uitkomen. Ja, hij zag allemaal mensenverbranding. Ja. Jij was er als soldaat? Ja, en ik wou het niet geloven. Ik wou hem niet geloven, die soldaat. Die rook die was dag en nacht zo dik, zwarte dwalm was er over ons kamp heen. Ik zou u vertellen, ik heb nu nog geen barbecue roken. Of ik wat eraan herinner. Zo en intens, zo ver is dat eigenlijk in je ingebrand. Met vrachtwagens gingen ze de mensen ophalen. De veel Duitsers die deden in een cabillon. Dit was helemaal dicht. Er zat geen raam nog niks in. En daar stopten ze veel met mensen. En dan deden ze een pijp aan de knalpijp. En dat was ook in die cabillon daar. Nou, dan reden ze even mee. Nou ja, nu waren ze allemaal dood. Het derde jaar zijn we nu hier bij elkaar om samen te herdenken. Samen te herdenken de bijna 1 miljoen Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren. Ik ben dankbaar aan jullie school dat jullie dat al zoveel jaren zonder ons gedaan hebben en ons tenslotte hebben uitgenodigd om dit samen met jullie te mogen doen. Ik wil Paula vragen om het Roma-volkslied Jelem te zingen. En dat we dan ondertussen de krans kunnen leggen. Gelem, gelem, il lungo vetro mezzo. Che malanime, ciorore, romenzo. Oh.
In een hoekje. In een hoekje gedrukt. Sommige mensen, rassen, geloven, worden weg. Weggedrukt. In een hoekje. Eenzaam en alleen. Willen trekken door de landen. Mogen niet binnen. Moeten weg. Weg forever en altijd. Moeten vast in huizen wonen. Willen weg, maar mogen niet. Willen aandacht, medeleven en begrip. In een hoekje van een stad, zonder aandacht, weggedrukt. Van buiten gelukkige mensen, van binnen 1,5 verdriet en onbegrepen. Zigeuners. Vind je het belangrijk om hier nu te zijn? Tuurlijk. Het is mijn familie, hè. Als dit hier nooit was geweest, had ik nu een grote familie. Had ik een oma, tantes, ooms en noem maar op. Dit hier heeft alles ontnomen wat bij mij hoort. Wat bij mijn volk hoort. En ik dacht als je de tweede keer hier bent dat het makkelijker zou zijn, maar dat is niet zo. Ik denk dat hier nooit niet makkelijk kan zijn of dat het went of wat dan ook. Ik vind dit ook heel eng. Dat ik weet wat hier binnen allemaal is gebeurd met mijn familie. Mijn tante die was zo'n klein kind, die werd blauwe vloeistof in de ogen gespoten en al dat soort dingen. Dat soort verhalen wat ik hiervan over gehoord heb. Nee. En waarom deden ze dat? Om haar donkerbruine ogen proberen blauw te krijgen. En die tweeling die was een paar dagen oud. Dan wou ze zien of ze van binnen ook identiek zijn. En tante Fuxa die moest toekijken. Die twee verplegers hebben haar vastgehouden. Zij dacht dat ze hier moest komen om te kijken of de tweeling wel goed was. Twee kleine meisjes. En dan hebben ze haar vastgehouden en hebben ze de kindjes opengesneden. En de rest van haar kinderen ook allemaal. Nog 5 stuks die hier ook zijn gebleven. Jouw vader, sprak hij er vaak over? Steeds weer. Elke keer weer. Dan riep hij me. Dan begon hij over zijn mama. Dan vertelde hij me hoe erg ik op haar leek. En dan kwam er weer een verhaal. Steeds weer. Vanaf mijn 8e tot mijn 18e. Ik ken dit alles. Het is net alsof ik hier zelfs ook ben geweest, als ik met hem hier gelopen was. En bij blok 14, daar zat hij in. Daar waren de lijken opgestapeld. En heeft hij een keer een hele nacht de lijken omgedraaid om te kijken of zijn mama ertussen zit. Ja, Cecile, die heeft hij hier gelaten. Die is hier al overleden. En ik krijg steeds meer het gevoel dat er ook van mij elke keer iets hier blijft. Hoe moet ik dat zien? Zo hoe ik het zeg. Er is iets hier gebleven toen ik de eerste keer hier was. Iets wat me denk ik terug laat komen. Op een of andere manier heb ik het trauma van mijn vader overgenomen. Door al zijn verhalen, door al die pijn en het verdriet en proberen hem te troosten, terwijl ik eigenlijk zelfs nog een kind was. En daarom schreef ik de verhalen ook op en verbrandde ze daarna. Of groef ze in het zand, demonstratief weg. En wie had je het anders moeten vertellen? Ik was ook soms boos op hem, want ik wou het allemaal niet. Maar ergens van werd me bewust dat er niemand anders was die het kon vertellen. Ik was op dat moment zijn moeder en zijn dochter en alles tegelijkertijd. Hij moest het kwijt en ik was degene die daarvoor daar was. Ik ben ook soms bang dat ik mijn kinderen hetzelfde aandoe door steeds weer hierover te beginnen. En dan denk ik weer van, als je het niet vertelt, wie doet het dan? Dan wordt het dan niet vergeten. Maar dat mag niet vergeten worden.
de vijver, waar de as van mijn mami en haar kinderen in ligt. Daar stond mijn opa een hele nacht, moest hij erin gaan staan. Het was ijskoud, was midden in de winter. Omdat mijn vader hem stiekem wat eten had gegeven, zijn de SS'ers achter mijn opa aangegaan met honden. En dan is hij in die vijver gevlucht en moest hij de hele nacht in staan. Het geweer op hem gericht en daarna werd hij heel erg ziek. Dat zijn die verhalen die je het meest herinnert. Ik heb er wel eens dromen gehad. Van vliegtuigen. Van vuur. Dat is verschrikkelijk. Wat je daar zag. Wat het, met die bommen. Die huizen. Dat waren helemaal geen huis meer. Dat was helemaal totaal niks meer. Alles was plat. Alles was plat gegooid door de nazi's. Dus en dan moest je doorheen. Moest je door die huizen moest je heen. Door de straten moest je heen. En moest je weglopen. Je moest je eigen wegstoppen. En ze de naaldjes niet zagen. Ik kwam dode Duitsers tegen op straat en dode mensen tegen op straat. En ja, natuurlijk was je daar bang. Ik zat natuurlijk ook als kinderen, ben je nou zo naïef als ik weet niet wat. Dus ik zat ook wel eens mee te spelen met die mensen. Ik zat ook met dode Duitsers te spelen en aan hun insignes te trekken. Het is gewoon door de meeste mensen dood op straat. Heb je opgehangen, op ieder hoek. Af ophangen aan een boom. Af in de stad. Waar de bomen waren, weer eens opgehangen. We hoorden natuurlijk wel hele dag vliegtuigen. Maar zo gauw als we dan hoorden dat het heel laag ging. Nou, dan kropen we allemaal in elkaar. Of onder een, we zochten meestal een tafel uit. Dan doken we onder een tafel. Dan dacht je dat dat veilig was. Af bij een schoorsteen, af die ging dicht bij de muur staan. Omdat ik bang was dat het dak op je in stotte. Dat gebeurde vijf, zes keer per dag. Dan gebeurde er niks. Maar op dat moment gebeurde het wel. Ook weer laag en toen bam. En toen kwamen die bommen naar binnen. Ja. En daar leed Rinus Vos Klok uit. En ik ben tussen de glasscherven, tussen de puin, hebben ze mij uitgetrokken. En alle mensen waren aan het schreeuwen en het gillen en alles liep buiten. En ik liep bij vreemde mensen aan de hand. En ik riep maar, ik zweet. Ja, ik zweet, het is zo warm, ik zweet. Maar het was geen zweet, het was bloed. Totdat iemand het voelde. En die voelde dus een groot gat in mijn hoofd. En toen kwamen we dan in een particulier huis. Dat heb ik dan begrepen. En daar zat ik en wat mensen eromheen. En toen werd ik op de tafel gezet en daar werd ik geholpen. Nou, en toen had ik gelijk mijn moeder weer terug en ik dus blij. Ik was dus de oudste zoon in het huishouden. En ja, ik moest dus voor eten, omdat mijn moeder kon de straat niet op. Dat werd op een gegeven moment, in 1943, werd dat te gevaarlijk. Dus ik moest voor het eten zorgen. En ik ontwikkelde me daar zo goed in. Ik kon stelen en roven op een buitengewoon goede manier. De honger maakt je zo vindingrijk. Ik was echt...
Ik was echt was heel goed. Ik stal dus kolen, ik stal eten. Er is in de oorlog drie of vier keer gericht op mij geschoten door de Duitsers. Maar als je een kind van 13 bent, denk je, mijn kind niks overkomen. Dat is geen moed, maar dat denk je gewoon. Ik stond op het viaduct van de Vianlaan in Den Haag. En ik had een zak kolen gejat. En dat was dan sabotage. En ik zag dat die Duitser op mijn schoot gericht. En ik gooide mijn zak kolen van de viaduct af en ik sprong naar beneden. En toen was mijn enkel gebroken. En toen zag die Duitser mij met die zak kolen strompelen en toen liet hij me gaan. We hadden geen persoonbewijs. We hadden geen stamkaart. Ja, u weet misschien niet wat een stamkaart is. Maar een stamkaart was zo'n bruin. Dingen was dat. En dan stonden de stempels op voor je broodbonnen, voor je koffiebonnen en voor je sigaretten. Dan waren dan allemaal bonnen kreeg je erop. En als je dat had, dan kreeg je 3 ons brood per dag. Maar wij kregen dat niet. Dus we hadden geen 3 ons brood. We hadden geen snoepkaart. We hadden niks. Van alles niks. Vluchten van boer naar boer. En met een kinderwagen met 4 kinderen. Ik was nog de jongste. Ik zat in de kinderwagen en mijn 3 zussen liepen ernaast. En mijn moeder liep ook achter de kinderwagen. En we trokken van boer naar boer. In een boerenschuur waar ze vroeger de beesten, als het winter was, dan werd daar hooi in opgeslagen. Maar dat stond midden in het land. En er was een gat ingegraven en daar zaten wij in. Dan hadden we een deksel van hout op dat gat. En daar zat een beetje hooi overheen en stro. En dan zaten we met z'n allen in. Op de dag. Ik bracht van alles thuis. Ik ging gewoon de winkel in. En ik sloop zo'n winkel in. Ik had er een paar brooien. En die bracht ik naar huis. En dat deed ik altijd. Dus na de oorlog kost het me moeite om dat af te leren natuurlijk. Ja, moest ik dat afleren. En dan ging ik overdag kijken. Als ik dan even de kans kreeg om weg te gaan, dan zei ik, Je hebt een hoop kippen lopen, dan haal ik er vanavond 2 van weg. En bij die ook 2. En bij die 1. Kan je begrijpen? En dan deed ik ze nog wel eens de kop aftrekken met een beetje veren laten te leggen en dat er een post aan gezeten had. Kan je begrijpen dat het niet in de gaten liep? Mijn moeder die ging er dan op uit, die koopte dan uit. En wij bleven daarin zitten en wij leden in de stro dan. En dan waren wij aan het zingen, ons lieveertje, geef een mooi weertje, geef een mooie dag. Dat het zonnetje verschijnen was, dat waren we dan aan het aan het schudden met ons hoofd. En dan zo blij. En dan, zeggen, nou, hoop dat mama maar vlug terugkomt. Nou, en als mijn moeder dan terugkwam, dan had ze meestal wat eten. Dat had ze dan georganiseerd. Dat betekent, als je het heel ordinair zou eten, dat stelen. Maar dat werd vroeger in de tijd van de oorlog, werd het organiseren. Wij woonden in het poortje en dan ging mama 's morgens weg met het pannetje. En dan kwam ze 's middags terug en dan was hij leeg. En dan was ze aan het huilen. En dan hadden we nog... Ik had nog een broer en een zuster en nog een broer. Die lagen achter in bed. Mama had niet eten. Mama zei op een gegeven moment tegen mij, die anderen waren al weg. Ga maar weg, zei ze, want ik kan je niet leven houden, zei ze. Ga maar weg. Ga de boer maar op. Nou, toen was ik was 10 jaar geloof ik, ja. Dus toen ben ik de zwerf op gegaan. En van dorp naar dorp. En proberen dat je te bikken kreeg. We hebben 3 dagen in een sloot gezeten met water. We konden het er niet meer uit. Want die vliegtuigen bleven maar schieten en doen en vliegen. En die Duitsers, ja, die reden maar op en neer. Maar over de weg was een grote plas. En nou, als die vliegtuigen terugkwamen, dan deden we vluchten in die rit. Waren ze weer teruggegaan, gingen we weer terug in de sloot. En zo is dat 3 dagen en hier een stuk gegaan. Zonder eten of drinken of niks. Je hele denkvermogen, alles is gericht maar op eten. Al die mensen, die hebben zich urenlang zitten vertellen van eten. Wat ze gekookt hebben toen ze thuis waren. Wat ze gegeten hebben. Hoe ze het gedaan hebben. Nou, de mooiste recepten kwamen voor de dag. En, niemand had wat. En dan gaat het hele... De hele dag die je dan vraagt... Die zit alleen eten in je kop. Na
2-3 dagen, ja, had je geen honger niet meer, ook niet. Want dat kon je niet meer eten. Van de angst en de ellende en zulke dingen kon je niet meer eten. Of... Maar er was geen eten, maar zou je ze eten geven, dan had je toch niet kunnen eten. Zo'n verschrikking was dat. Wij kwamen wel eens voorbij waar die is het appelschillen en aardappelschillen. Dat was allemaal voor de Duitse varkens. Hè? Er was een jongen van 14 jaar en die ook dan telkens daar voorbij kwam. En hij zat nog heel dicht in mijn familie ook. En die jongen die er komt, daar hadden ze uit de schelkutje hadden ze kartoffelschalen daarin gegooid. Hè? Dan, dat werd zo'n trog in zo'n ding. Nou, en hij is in die trog gedoken en heeft die aardappelschillen daar en wat hij daarvan opgegeten. Nou, die is daar doodgeslagen aan die trog. Dan, hij had het eten van de... Dat essen van de Duitse zwijnen had hij afgegessen. Die Duitsers zaten in die bos. En er waren Duitsers bij die in de bomen zaten. Gewoon in de bomen en ja... Mensen langskwamen, deze gewoon op schieten. Vluchten was er niet meer bij. Dat ging niet meer. Ik weet dat we eens een keer een oude SS'er... dat was, ja, hoe moet ik zeggen... Die was zo achter de jonge meiden heen, weet je wel. Dat we met z'n drieën daar naartoe zijn gegaan. Nee, eten nog even, dat kon hij niet. En daar was hij verantwoordelijk voor en weet ik het wat. Nou, we hebben hem met z'n drieën... hebben we hem eigenlijk zo... gek gemaakt, overal gegrepen, op zijn kop gezeten. En dat er twee van ons het magazijn in konden gaan. Ja, en die met een paar worsten en met een paar broden onder de armen eruit zijn gegaan. En toen de weg, ja, toen waren wij ook weg. En hij was blij dat dat jonge volk weg was. En hij kon dat tegen die andere SS'ers natuurlijk ook niet zeggen, dat ze hem zo te pakken hebben genomen. En kijk, dat heb ik natuurlijk ook niet. Ook dat is een beetje taboe ding. Dat je tot zulke praktijken over moest gaan om aan eten voor je moeder en de kinderen te komen. We moesten die trein in, mee, en ik zag mijn vader. Het eerste wat ik zag was een blauw jasje en dat was van mijn zusje. Dus ik wist precies in welke wagon ze zaten. En toen zag ik mijn vader en die schreeuwde nog uit de wagon tegen mijn tante dat ze goed op mij moest passen. Kun je je voorstellen, als jij nou straks thuis komt en je vader en je moeder zijn er niet meer en je zusjes en je broertjes zijn er niet meer, kunnen jullie je dat voorstellen? Want dan is er helemaal niks meer. En iemand die ik goed ken, die hier nu niet bij is, die was erbij toen mijn vader overleed. Want mannen die gezond en sterk waren, die werden dus in Auschwitz gepakt en die moesten werken. Duitsers noemden dat vernichting door arbeid. Dus doodgaan omdat ze je dood lieten werken. Geen eten kregen, geen drinken kregen en zo. En dat is dus met mijn vader gebeurd. Maar van mijn moeder en mijn zusjes en broertjes hebben we dus... weten we niet zeker wanneer ze vermoord zijn. Bijna zeker in de nacht van 1 op 2 augustus. Toen
is namelijk iedereen die in het Zigeunerlager in Auschwitz was, in één nacht vergast. En een van jullie vroeg aan mij, ja, nou is je hele familie weg. Had je nou niet liever zelf ook dood willen zijn? En toen heb ik gezegd, ja. Nu niet meer. Want ik heb kinderen natuurlijk. Of niet natuurlijk, maar ik heb kinderen. En ik heb kleinkinderen, hè, bijna zo groot als jullie zijn. Nu natuurlijk niet. Maar toen, ja. Kijk, binnen onze gemeenschap wordt er eigenlijk nooit met buitenstaanders over dit soort zaken gesproken. Dat doe je gewoon niet. Bijna niemand wist dat er met ons volk exact hetzelfde gebeurd was als met het Joodse volk. Maar dat was ook een beetje ons eigen schuld, want wij spraken daar niet over. Na de oorlog kwamen mensen terug uit kampen of uit de onderduik. En die opvang is helemaal binnen de eigen gemeenschap gebeurd. Geen psychologen, psychiaters, et cetera, die dat begeleid hebben. Binnen de eigen gemeenschap. De Nederlandse overheid, het heeft heel lang geduurd. Het heeft 55 jaar moeten duren. 55 jaar, dames en heren. Voordat officieel een erkenning kwam van wat er gebeurd was. Ik heb er in 1998 heb ik ermee begonnen. En ik had er toen het idee om een requiem te maken ter gedachtenis van de slachtoffers van Auschwitz. Kijk hier. Dus het heet dan ook het Auschwitz Requiem. En goed, daar ben ik in 1998 mee begonnen en ik heb er het idee gehad om dat eigenlijk in het jaar 2000 klaar te hebben. En om het dan bij de dodenherdenking in Auschwitz zelf, dat het daar dan eventueel zou kunnen uitgevoerd worden. Nou, in het begin ging dat heel vlot. Een requiem heeft bepaalde delen. Ik heb geen klassieke opleiding gehad. Dus ik heb een voorbeeld genomen van het requiem van Giuseppe Verdi. Ja, die eerste zes delen zijn wel heel vlot aan mijn mouw gekomen, moet ik zeggen. Daar had ik binnen 3 weken bijna 3 kwartier muziek bij ingeschreven. Want toen ging het opeens, was ik leer. En ik dacht, ja, wat kan ik daaraan doen? En ik moest toen eens een keer in Polen optreden, in het plaatsje, in het dorp Auschwitz. Dus ik dacht, ik neem de gelegenheid en ik ga toen meteen een kijkje nemen op het kamp daar. Toen was het helemaal voorbij met de inspiratie. Ik dacht dat ik daar misschien weer, dat daar ergens weer op een geest zou komen. Maar nee, het was precies het tegendeel gebeurde er. Want ik had er dus echt een dik half jaar nodig om dat geziene te verwerken, psychisch. En ja goed, sindsdien is dat ding gewoon stop. Maar ik heb er zoiets van, ergens moet het toch eens een keer afkomen. Dus ik heb me nou maar weer eens eraan gezet. En in de hoop dat er weer iets komt van bovenaf.
Nou had ik een bepaalde tactiek om een boer gunstig te stemmen. Toen de tijd was Nederland natuurlijk nog kerks, hè. Dus als ik bij een boer kwam en ik vroeg te eten en hij liet me binnen, dan keek ik altijd met Arends ogen, was die katholiek of was die protestant? En dat kan je zien aan een kruisbeeld. Als daar geen corpus aan hangt, dan is het meestal een protestant. En als hij nou katholiek was, bad ik uitgebreid als katholiek. Ja, je moest natuurlijk met alle winden meedraaien. En was hij nou protestant, dan bad ik uitgebreid als protestant. En dan had je gelijk de hele sympathie van al die mensen. Dan kreeg je wel eens extra eten mee. Ik kom bij een boerderij, maar die had ook een melkwinkel. Dat kan ik me herinneren. Zegt meneer, heb je alstublieft niet te slapen? Want... Nee, zegt hij, daar begin ik niet aan. Niks ervan. Ik zeg, laat maar me staan. Hij had achter een schuur. Ik zeg, laat mij maar in die schuur staan. Ik zeg, als ik maar onderdak ben, begin ik niet aan. En ik blijf doorhouden. Nou kom, een vrouw, die komt naar voren toe, zijn vrouw. En ik denk, nou zit ik goed. Dus ik speelde het, ach man, laat hem toch voor een nachtje, laat hem toch. Nou, dus die man die moest toegeven. Net als ik is gewoon mijn eigen vrienden dood. Was ook met Raja op de hoek. Nou, liepen ze zo, komt een vrouw aan met kinderwagen, moest maar kijken wat eten. Toen ik zo die beentjes op van dat kind keek onder die klep. Een paar aardappeltjes, een stukje brood. Doe die klep los, mag eens doen ik zo. Huis, laat ze maar in. Nou, laat gaan, keek hij zo. Was laat ze geen koek, maar was erin leek. Ik zei, wat ligt daar drin dan? Essen. Ik zei, verdampt nogmaals, hadden ze niet afgepast. Weet je wel, en ik heb zo die kinderwagen voorover, de kind met zijn gezicht, bang, zo. En dat harde sneeuw in. He? Kijk eens wat er ligt. Ik zei, ja. Ik denk van mij, je bent voor de Bikkels. En hij was ook voor de Bikkels gegaan, diezelfde avond. Schoot ik hem zo achter zijn nek in. Ja, met de patrouille, nachtpatrouille. Dan had ik ook nog een probleem. Ik liep de zwerven in Drenthe en het was november. En dan is het om 3:30 is het donker. Dus dan moest ik om 2:00 al uitkijken naar een hooiberg. Want er was natuurlijk helemaal geen licht. Als het donker was, dan was het ook echt donker. Dus dan keek ik al om 2:00 naar een hooiberg en dan hield ik me in die buurt op. En dan om 3:30 ging ik in die hooiberg en dan ging ik heerlijk in die hooiberg liggen. Tot 's morgens. En dan 's morgens stond ik op. Dan deed ik mijn haar goed. En dan was ik weer 100% bereid. Die man die slachtte clandestien. Weet je niet wat dat is? Vroeger mocht je niet zomaar slachten. Dat ging altijd via de Duitsers. Dus er kwam zulke tijlen met vlees. Dat was een paradijs voor mij. Het enige wat ik dan moest doen. Die man die had koeien. Dan moest ik die bieten snijden. Dat was wel zwaar werk. Weet je wel. Ik denk, oh, maar daar had ik helemaal geen problemen mee. Ik denk, als ik maar mag blijven, hè. Nou jongen, dat was. En als je dan nagaat dat vitamine tekort, dat verdween. Allerlei andere problemen wat dat betreft, die verdwenen ook. Na verloop van de 2 of 3 weken. Nee, als morgens kom je kop uit de sneeuw trok, dan moest je uitkijken. Dan zei die oude Wehrmacht tegen ons. Nou, die laat hebben ze hem zelf doodgeschoten in de Poolse plaatsie. Zat hem ook overnachten. We lagen daar in zo'n afgebrokkelde huis. Zo tegen de muur aan. En morgen stond me op. Staat hij op, zegt hij, hé, worden jullie wakker? Zegt hij, wij moeten nou gaan, pakt hij zijn ding. Wij pakken hem ook zo. En zo komt hij, pang, krijgt hij een schot hier voor onze borstkast in. Waarom? Russen. Nou, die schoot ik op staande voet dood. Ja, omdat ze die oude soldaat neergeschoten hebben. En de echte was ik echt gek mee met die soldaat. Ik weet goed, die oude soldaat wie me redden wou met mijn voeten. Ja. En ik voelde mijn voeten niet meer, ik kon niet meer lopen. Ik denk, oh, wat heb ik toch. En toen deed hij die laars eruit, die kous. Ach, mijn jongen, zegt hij. Je hebt je bevroren voeten, zegt hij. Je voeten zijn half ingevroren. Heeft hij die helm eraf gehaald, deed hij water erin. Een beetje sneeuw erin. Nou, heeft hij warm gemaakt en was warm, was heet, moest ik mijn voeten erin doen. En de kousen gelijk aan trekken, wie en die in de laar zit. Laar zitten zo, zegt hij. Mijn tante en mijn oma, Bernard Debus heette die, en tante Ketje was Muller. Maar waren samen getrouwd. En die zat in de bioscoop. En ze hadden daar, toen kwamen de Duitsers
En die hebben daar die bischoop afgezet. En ik had zo'n speld gevonden. Ik heb die speld gedaan. En ik zei, Heidla. En ik ging binnen. Ik zag alles afsperren. Jawel. En ik ging mijn tante. En een paar jongens van de Geer. En een Gilium. En eentje Rosé. Zie ik uit die bischoop. Ik zeg, aantreden hier. Ik zeg, die ene, jij ook bij de partij. Paap. En ik ga mijn omvijg. Ik zeg, ben ik wat zagen, zal de mouw halen. Ik zeg, als ik wat zeg, moet je mond houden. En die Duitsers die keken zo, weet je wel. Jawel. Ik zeg, abmars. En we kwamen eruit. En voordat de overvalwagen kwam, waren we net eruit. Ik zeg, jongens, nou maak dat jullie wegkomen. Ik zei tegen mijn tante, tegen die oma van mij. Ik noem mijn oma, mijn tante. Het was een neef van mijn moeder. En zei ik, maar wij zeggen altijd tegen oude mensen, oma en tante. Ik zeg, ga daar staan en ga staan vrijen. Doe maar net of er is niks aan de hand. En ze deden dat en we kwamen allemaal goed weg. Hoe oud was je toen? Ja, op 13, 14. Er wordt erachter. Wordt er geklopt. Het was middag, we zitten aan tafel. Ik kan 2, 3 weken geweest zijn, ik weet niet meer. Nou, die vrouw, die moeder, die loopt dan achter toe. Die komt naar de keuken toe, waar we zaten het eten. Ze zegt, er is iemand voor je. En ik sta op en ik loop het gangetje in. En ik kijk. En ik zeg, nee mama, je komt me toch niet halen. Je komt me toch niet halen, laat me hier blijven. Mijn moeder was na een week of 3, door 4 de politie of zo, was erachter gekomen waar ik was. Dus die had dan met de kinderwagen, had kinderen en ook nog die 2 kleinsten, want die was waarschijnlijk ook op de etenstocht. Dus die kwam me halen, toen moest ik daar weg. Nou, dat heb ik zo erg gevonden, ik kon wel huilen. Je had in de oorlog allemaal doorgangshuizen, hè? Dat doorgangshuizen, daar hadden je voorgangers geslapen en dan sliep je ook in het stro. En daar sliep ik ook en ik rij weer door en ik zie daar een soort Russisch huis zouden aankomen. Een handkarretje met een zeiltje eroverheen. En kinderen met kale koppen. Ik denk, een Russisch huis zouden, dan moet ik maar eens met een grote boog langsheen gaan. En ik rijd er langsheen en ik kijk goed waar het mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes en mijn zusjes. Die kwam ik daar dus tegen. Hè. Dat was heel normaal, want alle mensen die... Iedereen was op trektocht. Hè. Tenminste, van woonwagen, bewoners en Sinti. Maar allemaal op trektocht, want er moest toch gegeten worden. En toen heb ik me weer bij hun gevoegd. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht, nu gaat het fout? Niet 1 keer, maar 10 keer. Maar ik was brutaal. Ik was niet... Ik dacht alles. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik geef maar een voorbeeld. Als u nou zei... Daar zitten de Duitsers. En je hebt die opgehaald. Dan zeg ik, haal hem eruit. En deed ik. Met een gerust geweten deed ik dat. Ik was niet bang. En met een fles petrolie en een doekje erin... deden we een panzerwagen erop gooien. Als het maar branden was goed. Of er wat gebeurde, dat had ik me nou eenmaal. Die haat zat erin. Die haat kon je niet wegkrijgen. Maar in de oorlog is er wel eens een moment geweest... dat jij iemand wilde doden? Eerlijk gezegd, dat heb ik wel eens gedaan. Maar daar wil ik dan liever niet over praten. Daar heb ik nu nog altijd spijt van en last van. In de Sliegenstraat was er een man die verhuurde van die handwagens. Mama heeft het dan zo gespeeld. Ze is naar die man toegegaan, zegt, ik moet hier en daar een nutaardappel ophalen. Mag ik die handwagen van u huren? Ja, zegt hij, is goed. Maar de bedoeling was om te vluchten. Want de situatie werd zo nijpend, vooral wat Bikker betreft. En ik heb me nog herinnerd, mama's, wij woonden toen in dat poortje. En mama zet de handwagen hier voor de raam. Ik denk, jongen, ik ga weg. Wij gaan weg. Ik denk, stel je voor dat ze die handwagen stelen. En toen heb ik aan de handvat van die handwagen heb ik een touwtje gedaan. Heb ik onder het raam doorgedaan. Daan, heb ik aan mijn vinger gedaan en ik ben voor het raam ben ik gaan slapen. Ik denk, als ze me meenemen, denk, dan word ik wakker. En een van de mooiste dagen van mijn leven, dat kan ik me herinneren... dat mama vanuit dat poortje naar de Koningsstraat ging. Vanuit de Koningsstraat richting Hoefkade. En zo de Rijkswijkse weg op richting het paradijs. Richting Soetermeer, richting Noodorp, waar allemaal boeren waren. Nou, en dat... Dat zal ik nooit vergeten. Het gevoel van blijdschap die ik had... dat we met die handwagen Den Haag uittrokken.
is dat, hè. En hij was een broer van je mama? Ja. En van die moeder. En zij was een schoonzusje? Ja, zij was de tante. Ja. Zet, 34, studerend, ja. Kan niet schrijven. Zigeuner betekent dat. Dit verhaal is van Zetterlach. Haar ome was bij ons in de oorlog. Ja? Ja. Hebben wij aan meegewerkt om haar ware identiteit weer naar boven te halen? Ja. Want ze is heel lang doorgegaan als Joods meisje. Ik heb nooit beter geweten dat het een Joods meisje was. Ja. En zij keek naar een hond die vrij liep, een Duitse herdershond. En daar keek zij naar. En toen wist Kersje ons te vertellen, haar moeder had gezegd van... kom terug, dadelijk slaan ze die deuren dicht. Krijg je zo'n deur tegen je hoofd dan. Ja. Oh, ja. Is dat een bas solo moet dat worden? Dan het koor Rex. Gloria Rex. Gloria. Hoe verklaar je dat? Dat je toen je daar geweest bent dat toen de inspiratie in één keer weg was? Ja, kijk, je ziet er als normaal sterfelijke die de oorlog niet heeft meegemaakt. Jij moet het maar hebben van verhalen van mensen die de oorlog meegemaakt hebben. En ik bedoel, die verhalen zijn al zo gruwelijk dat je het amper gelooft. Ja, dan zie je op televisie dingen, beelden. Zolang je ze enkel maar op televisie ziet, is dat altijd nog een afstand daar. Maar nu ik er daar zelf stond, het begon al onmiddellijk op dat moment toen ik onder die poort doorliep waarop stond arbeid mag vrij. Toen gingen al mijn nekharen rechtop staan en ik voelde een heel raar gevoel in mijn maag. Echt zo'n zware steen hier. En toen dacht ik, ja kijk, daar sta je nou, inderdaad. Ik kan er nou doorheen en ik kan er ook weer onbehelligd weer naar buiten. Maar die mensen die er toen door die poort zijn gelopen, die zijn daar gebleven. Die konden niet meer terug. En dan begint het hem opeens heel dichtbij te komen. Dan begin je het lichamelijk te voelen zo. Dat het er werkelijk was. Zo onbegrijpelijk dat het is. Maar ik vind dat er best wel die mensen die daar geleden hebben, die daar moesten overlijden, dat die mensen ook best eens een keer muzikaal geëerd mogen worden. Verlos de zielen van alle gelovigen van de straten van de hel. Ja, ik bedoel, al die wegen daar in Auschwitz, dat waren straten van de hel. Ieder paadje afzonderlijk, was een afzonderlijke hel. Als je hier loopt, dan denk je, dat is daar waar ik nou mijn voet neerzet. Dat zal mijn vader misschien ook zijn voet een keer neergezet hebben. Hetzelfde moment wil je hier blijven, je ergens in een hoek verstoppen, nooit meer weggaan. Hetzelfde moment wil je vluchten en nooit meer hierheen komen. Thank you.
We waren weer op Außenkommando en er waren weer zoveel doden die we mee moesten nemen. Wij zijn teruggekomen en toen dacht ik bij mijn eigen, nou, ik heb het gezien. Ik heb het gezien, van mij hoeven niet meer. Ik loop op de draad. Ja, die elektrische draad, die was om het hele kamp heen. Als ze er eventjes aan kwam, misschien voelde ik het wel even. Ik heb het niet uitgeprobeerd. Maar dan was ze na 5 minuten gegarandeerd dood. En ik zat die draad aan te sterren. Nou, ik heb er werkelijk een gesprek mee gevoerd. Ik mag het geloven of niet, maar ik heb werkelijk tegen de draad gesproken. Ja, als ik je aanraak, dan is alles geweest. En dan was het net alsof die draad tegen me zei. Nou, kind, ik sta hier dag en nacht tot je vervulgen. Kom maar weer als het niet meer gaat. Nu gaat het nog, hè. Je kan altijd komen. Nou ja, goed, toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Morgen is misschien nog weer wat aan. Nou, laat ik dan nog maar teruggaan. Ik ben opgestaan daar en ik ben weer teruggelopen. Die hele Lagerstraße. Tot die blokken dan zijn. Uw naam wordt heilig. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schuld, zoals wij een ander in schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. En dan zouden we dan speciaal een weesvergoedje willen bidden. Tot Maria. Ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen. Amen. Ik hoop dat we met z'n allen hier, dat we nu hier nou aanwezig zijn. Dat de mensen die overleden zijn, laten we daar nou in geloven dat ze hier ook aanwezig zijn. We gaan hier nou een krans leggen en dat doen we om hun te bewijzen dat we aanwezig zijn. Dat ze, als de geesten hier nog een keer komen vanuit de hemel, dat ze nederkijken en zeggen, kijk, hebben ze toch maar weer gedaan. Ik dank u. Nou, dan gaan we dat even leggen. Met Sophie. Kan het hier in de schaduw weg, Sophie? Heb je dat niet gevonden? Zo, eventjes hier. Toen mijn broertje stierf, hè, die lag in de krankenbouw met, met mijn andere broertjes. En het was niks meer. Hij kon niks meer. Mijn moeder mocht er niet heen. En Waltraud en ik, wij gingen dan telkens naar de jongens toe. En het ging niet meer. Dan zei hij, ja, een aardappel. He, heb je nog een laatste wens, weet je wel? Hij zegt, ja, een aardappel. Hij zegt, ja, naar boven en naar de schoorsteen ga ik toch wel. Ja, dat was eigenlijk de grootste angst altijd, door de schoorsteen gaan. Hij zegt, ik hoop dat ik zo nog maar sterf, eer dat ik door de schoorsteen hoef. En aardappelen, gekookte aardappelen. Ja, nou, kom toch aan een aardappel, ja. En is mijn zus weggegaan. Ja, die kwam ook zonder aardappel terug. En toen ben ik ook weer naar dat ding toe gegaan. Naar de keuken toe gegaan. En ik heb hem dat verteld. Ja, hij zegt, zo zijn er zoveel. Ik zeg, ja, ik zeg, dat is waar. Maar als het van je eigen is, is dat toch wel weer wat anders. Alsof dat je buurman is, ja. Nou, ik kreeg een aardappel. Ja, en hij in zijn mond gereden. Hij kon als bijna niet slikken. Zo uitgeteerd en zo levenloos. Zal een smaak het? Ja. Kan je het proeven dat een aardappel is? Ja, knikte hij. En hij zegt, ja, maar kan ik hem maar op bollep in de kel? Nu zou ik de hemel willen zien. En ja, nou, allemaal rook. We hebben hem opgenomen, we zijn achteruit gegaan. En kijken waar misschien een stukje lucht was die blauw was. En op een gegeven moment, dus hij was trouwens, Schellijn, kijk daar eens op die kant. Daar zie je een stukje blauw in de lucht. Nou, en hij heeft, zie je het? Ja, zei. En hij heeft zijn ogen dicht gedaan, hij is dood in ons handen. Maar dat is een ogenblik, nee, die je telkens weer voor ogen komt en die telkens weer. En dan denk je, godzijdank, hij is niet door de dingen. Zijn wens is in vervulling gegaan. Hij is voor de tijd nog gestorven.
wat doen de mensen elkaar toch aan? Hier zie je de SS-erbaan. Ik ben hier voor de tweede keer en alles wat ik zie doet weer meer zeer. Ook wij jongeren zijn verstomd. Wij moeten zorgen dat dit nooit meer komt. Fantastisch, kinderen. Toen was het de oorlog voorbij. Toen kwamen de mensen thuis. Toen kwam een opa thuis. Een tante van mij. En een oom. Ja, en die andere is, ja, die kwam niet meer. Maar die ellenlange lijsten doorlopen van overledenen, hè, want die kwamen na de oorlog. Steeds meer gegevens kwamen er vrij van mensen die vermoord waren in Auschwitz en andere kampen. En dan maar weer doorlopen of hun namen erbij zijn. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Mijn moeder ging direct na de oorlog, toen de bevrijding, en ze was weer in Den Haag, ging ze elke dag naar het station. Ze zei, mam, waarom ga je nou elke dag naar het station? Ja, als mijn familie komt, dan moet ik er bij wezen, weet je wel. En 's nachts belde de politie, die reden altijd door die straten, belde aan, mevrouw, die deur staat open. Ja, die moet open blijven staan, want als mijn familie komt, moeten ze gelijk naar binnen kunnen. Direct na de oorlog kwam er van kant te staan en er stond een politiewacht voor. Een gebaas, die stonden daar. Het was net een ghetto. Die kon er niet uit, dus je moest je melden. Dan stonden we daar. Uiteindelijk hadden we niks. Als ik mijn eigen opa zag, ging ik vandaag vandaan. Ik dorst niet meer bij jaar te komen. Nou, was ik een jaar of vijf. Ik dorst bij jaar niet meer te komen. Het was zo een verschrikking wat ze verteld had. Kijk, u denkt de oorlog was afgelopen. Hoera, hoera, hoera. Ja, maar zo was het niet. En dan, we kregen eens terug van onze woonwagen. Wij kregen niks terug van onze paarden. Er werd ons helemaal niets vergoed. Van de hele familie is één nichtje teruggekomen van een concentratiekamp. Eén nichtje. Die heeft maanden moeten lopen voordat ze in Nederland was. En die was totaal finale helemaal uitgeteerd. Want ik was dus bij mijn grootouders. Maar die gaven me op een gegeven moment mee weer aan een broer van mijn moeder. Nou, daar ben ik geloof ik 10 dagen geweest. En die zei, ja, dat kunnen we niet aan, hoor. En toen weer bij iemand anders. Nou, dat ging ook niet. Toen kwam ik dus weer terug bij mijn grootouders. 21 van mijn familie zijn vermoord. En dan zeggen ze wel eens, dat moet je vergeten. Dat zegt de psychiater wel eens tegen mij. Want ik heb een tijd gehad, kocht ik allemaal wapens om me te verdedigen. Ik kon daar ook niet eeuwig blijven bij mijn grootouders. En op een gegeven dag kwam daar een vrouw binnenstappen die ik helemaal niet kende. Een zuster van mijn moeder. En die zei, als jullie dan de jongen niet baas kunnen, dan geef hem mij maar eens mee. Ik had verschrikkelijk veel wapens. En dan zei ik, een hele familie gaat me ook geld om dat te kopen. Dan kan je als verdediger als de Russen komen. Dit maken wij nooit meer mee dan met de blote handen daar tegenin staan. En toen werd ik gepakt, weer alles afgepakt. Toen zegt die officier precies tegen mij, zegt ze, maar meneer Wijs, zegt hij, ze hebben een atoombom. Wat wil u dan doen met die wapens? Ik zeg, als het moet tegen die atoombom vecht, ik zeg, wat moet ik dan doen? Ik zeg, ons weer zo op laten halen zoals het gebeurd is. En daar kwam ik in huis. En die vrouw had geen psychologie gestudeerd, hoor. Maar ze had wel de juiste aanpak. Mijn eerste cadeau was een grote bal. En als ik dan ergens in een hoekje zat weg te zakken, dan zei ze, klets, 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 klets. Up, naar buiten, met die jongens spelen. Nou, dat hielp al een beetje. En mijn tweede cadeau was een gitaar. Dat had ze meteen door. Je hebt dagen bij, of ook wel eens maanden, dat je heel moeilijk leeft. Heel moeilijk, met veel problemen en stress en met dit. En dan komt alles in je op. Dan zie je alles voor je. Dan zie je alles zie je weer verschijnen. Alles zie je weer verschijnen, alles maak je weer mee.
Ja, dan denk je bij je eigen, ja, van wat leef ik? Voor mij hoeft het niet meer. Om meer dat ik eraan dacht, om meer dat ik zag. En op lange duur was het zo erg dat ik nachtmerries kreeg van. En dat weer steeds erger en erger, erger en erger. En tot nu toe heb ik het ook nog. Wist je wel, nu ben ik 78 jaar. En dat ik er nog 's nachts niet van kan slapen. Net als nu, nou vertel ik u dat. Daar heb ik vannacht last van. Heb ik moeite mee. Hoe het komt, ik weet het niet. Maar het is helemaal zo. Ik heb jarenlang dat er een Duitser op mij afkwam met een bajonet. Met geweer een bajonet, hè. En ik kon niet vluchten. En elke keer als hij vlak bij mij was, weer ik wakker. En dan zat ik, ja, helemaal onder de zweet. Ik zei eerst altijd tante. Want, ja. Maar later dacht ik, ze verdient gewoon, omdat ze het zo fantastisch gedaan had. En toen zei ik mama en toen. Ik heb misschien 150 bazen gehad. Een week, 14 dagen, dan kon ik weer naar huis. Ze wisten dat je van een woonwagen kwam, kon je opstappen. Ja? En alle keren kwam die verleden weer terug. Begrijp je? Dat dacht ik, meneer. Kijk, aan de Duitse dag niet gedaan hadden, had ze het misschien gedaan. Kijk, wij staan nu nog aangeschreven als zigeuner. En zigeuner, dat is echt een beledigend woord. Dat betekent, dat is van het Duits afgenomen, zigeuner, ziende gauner, trekkende bandiet. Nou, ik ben eerst geen bandiet, hoor. Ik denk dat ik dat nou volbracht heb, maar het is niet meer voor herhaling vatbaar. Ik doe het nooit meer. Ik kom nooit meer in Auschwitz. Weer een hele familie heb ik. Kleinkinderen, mijn schoondochters, mijn schoonzoons. Dus we bouwen toch weer, langzaam bouwen we toch weer wat op. Dat het toch weer een familiepetalen wordt. We worden iedere dag nog gediscrimineerd, met name Oost-Europa, waar de situatie echt verschrikkelijk is. In Slowakije staan tegenwoordig borden en daar staat op terug naar India. Dus die arme stakkers die daar wonen, kanslozen, die willen ze terug naar India. Omdat we ooit 700, 800 jaar geleden uit die contreien gekomen zijn en afgezakt naar West-Europa. In plaats van echt iets te doen om de mensen te integreren en een redelijke kans te geven en educatie te geven. Want ontwikkeling is de sleutel tot alles.